Er komt binnenkort toch een staking in het openbaar vervoer in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Nu een gesprek tussen de vakbonden en minister Schult van Hagen op niets is uitgelopen. De bonden protesteren onder meer tegen de aangekondigde bezuinigingen van 120 miljoen. Eerder deze week werd een staking die gepland stond voor aanstaande zondag afgeblazen. Met een spannend stripboek vol historische feiten moeten Nederlandse leerlingen vanaf december gaan leren over waterbeheer. Alle scholen ontvangen dan de strip Strijd tegen water. Bij het stripboek komt ook een speciaal lespakket dat is ontwikkeld in opdracht van het Hoogheemraadschap Delfland. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten en het koelt af naar 9 graden. Het kan nevelig worden en lokaal kan er mist ontstaan.